De opleiding Milieuinspecteur is een driejarige opleiding, niveau 4. Je leert tijdens de opleiding om zelfstandig gegevens te verzamelen, eventueel ook metingen te verrichten en op basis daarvan een inspectie uit te voeren. Naar aanleiding van de inspectie kun je een advies opstellen. En als het nodig is, moet er ook nog eventueel op gehandhaafd worden. En dan ben je echt bezig met een milieuinspectie. In het eerste leerjaar krijg je vooral veel basiskennis. En dat is heel breed, omdat als milieuinspecteur moet je ook een beetje kijk hebben op natuur en milieu. Dus je krijgt ook bijvoorbeeld soortenkennis. Dus allerlei kennis die te maken heeft met je leefomgeving, natuurgebieden, maar ook stedelijke gebieden. Zodat je beter voorbereid bent als je eenmaal de milieuwetgeving in gaat duiken. Het tweede jaar ga je al echt toewerken naar het zelfstandig uitvoeren van zo'n inspectie. Dus nadat je in het eerste jaar hebt geleerd hoe je al die gegevens kunt verzamelen, ga je in het tweede jaar ze ook echt zelf verzamelen. En ook echt een inspectie uitvoeren bij een bedrijf naar keuze. In het derde jaar ga je richting het examenjaar. Dan is de bedoeling dat je het volledig zelfstandig kunt. Je krijgt natuurlijk hulp van ons. Om uiteindelijk dus tot zo'n inspectie te komen. We werken constant met projecten. Elke 10 weken krijg je een andere vorm. En daarbij is het constant de bedoeling om ervoor te zorgen dat jullie erop uitgaan. Aan het begin krijg je een bepaald afgebakende opdracht. Je gaat daar vervolgens voor op onderzoek uit. En dan komen de studenten bij de meest verschillende bedrijven terecht. En dat kan zijn van een bakker tot een productiebedrijf tot, ik kan ze gek niet verzinnen. En overal is de bedoeling om gegevens te gaan verzamelen en om daar uiteindelijk vanuit die gegevens om tot een advies te komen. Dus je kunt zelf bepalen wat je interessant vindt om daar verder op in te duiken. Je krijgt bij de opleiding specifieke vakken, dat wil zeggen ook AVO-vakken worden die genoemd, zoals bijvoorbeeld rekenen, scheikunde. En dan krijg je ook specifieke, vakken noemen we het niet, we noemen het thema's. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan milieuwet en regelgeving, maar ook kennis over het buitengebied. Ook een beetje kennis over chemische processen, omdat je toch vaak vanuit het milieu te maken krijgt met chemie. Dus dat soort specialistische kennis krijg je ook. En de praktijkvakken, dan moet je denken bijvoorbeeld aan hoe voer ik een geluidsmeting uit. Hoe kan ik analyse maken van een watermonster? Hoe kan ik pH bepalen van grond? Hoe kan ik onderzoek doen aan de bodem? Dat soort praktische dingen. Je krijgt ook veel theorie. En dat is dan misschien vooral ook in het eerste jaar. Omdat je moet toch een bepaalde basis hebben voordat je überhaupt erop uit kunt. Je ziet dan ook in de opdrachten dat je langzamerhand gedurende leerjaar 2 en 3 meer de hort op gaat, zeg maar. Om onderzoek buiten te doen. Dus dan verschuift ook een beetje die verhouding. Tijdens de opleiding loop je ongeveer een kwart van de tijd stage. Dus elk schooljaar tenminste een blok. En een blok is 10 weken. Dus 3 keer 10 weken. Je kunt bij verschillende soorten bedrijven stage gaan lopen. De meest bekende zijn wel bij provincies, gemeentes. Milieuinspecties worden vanuit daar vaak uitgevoerd. Maar ook allerlei bedrijven waar ze een milieuafdeling hebben. Vaak zijn het ook wat grotere bedrijven. En sowieso ook in de milieuadvieswereld. Dus denk aan milieutechnische adviesbureautjes, dat soort plekken. Wij regelen geen stage voor je. Dat wil zeggen, we helpen je op allerlei mogelijke manieren. Maar je bent zelf aan zet om een leuk bedrijf te kiezen. Tot nu toe is milieu booming, om het zo maar te zeggen. Er zijn ook veel vacatures. Vaak worden leerlingen al benaderd vanuit bedrijven voordat ze überhaupt klaar zijn met de opleiding. Dus stages lukt over het algemeen wel. Na deze opleiding kun je naar verschillende hbo-richtingen doorstuderen. We zien verschillende studenten die de milieutechnische hoek daar een hbo-opleiding in gaan volgen. Bos- en natuurbeheer is een uitstroomrichting die we regelmatig terug horen komen. Maar ook bijvoorbeeld toegepaste biologie. Als je toch wil gaan werken, dan heb je heel veel mogelijkheden. Ongeveer 40% van onze leerlingen kiest daarvoor. En die komen vaak terug bijvoorbeeld bij waterschappen of overheidsinstanties, omgevingsdiensten. Maar ook dus bij milieutechnische adviesbureaus. De vaardigheden die we vaak zien bij studenten die bij ons de richting kiezen, is dat ze betrokken zijn bij de leefomgeving. En ze willen daar graag vaak ook een steentje in bijdragen om het beter te maken.
Dus vaardigheden die daar dan bij komen kijken is dat je contact kunt leggen en betrokken bent, dat soort zaken. Als het echt gaat over milieutechnische vaardigheden, die gaan we jou hier leren. Je hoeft geen speciale vakken te hebben als je je wilt inschrijven bij deze opleiding. Iedereen is welkom in die zin. Het is fijn als je scheikunde hebt, wiskunde, een beetje de technische kant, want daar krijg je toch vaak mee te maken. Maar is geen must. Je hoeft thuis niet te studeren, althans, je hebt geen huiswerk. Kijk, als je een opdracht krijgt om thuis uit te werken, je gaat bijvoorbeeld op onderzoek uit in het buitengebied, dan kom je thuis en dan ga je zaken uitwerken. Maar als je op school bent, is de bedoeling dat je op school de spullen afkrijgt en niet naar huis gaat met nog een berg huiswerk. Je hoeft geen speciaal materiaal aan te schaffen. Althans, je moet wel een laptop hebben en internetverbinding en dat soort zaken. Je ziet dat leerlingen na een bepaalde tijd toch een verrekijker aanschaffen of boekjes om zaken op te zoeken die ze in de natuur zijn tegengekomen. Dus dat gebeurt, maar is niet verplicht verder. Dus verder geen specialistische materialen. Je kunt natuurlijk ook op kamers. Er zijn studenten die dat doen. Die dan bijvoorbeeld in een bos op kamers gaan. Ja, dat is een keuze aan jezelf. Dat kan prima. Het mooie aan dit vakgebied is dat je dus constant bezig bent met de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van het milieu. Je hebt een kans om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Je moet deze opleiding kiezen als je echt begaan bent met de leefomgeving en allerlei ontwikkelingen op het gebied van milieu. En als je er ook een steentje aan bij zou willen dragen en het vervolgens leuk vindt om daarin te duiken, om dingetjes daarin uit te zoeken en daar vervolgens mee aan de gang te gaan. Dan zit je bij ons goed.